alle maagden, welkom bij jullie maandelijkse horoscoop voor januari, de eerste maand van 2014. Wat hebben de planeten in petto voor het teken maagd? Wel, het is een beetje in dezelfde lijn in feite van december 2013. Voor de maagden is er een grote focus op het teken steenbok in het vijfde huis. Nu, wat wil dat zeggen? Voor de ganse maand januari bevindt er zich wat we noemen een stellium. Meer dan drie planeten in hetzelfde teken van de steenbok. De zon, Venus loopt, retro, Mercurius enzovoort. Het belangrijkste is dat maagden weten dat het vijfde huis te maken heeft met zelfcreativiteit, met plezier maken en ook met kinderen, romantiek. Dus Venus die een ganse tijd retro loopt, dus eigenlijk zo gezegd terugloopt in het teken steenbok, wil eigenlijk zeggen voor vele maagden dat ze op het gebied van ontspanning, op het gebied van creativiteit, dat ze bepaalde dingen gaan herzien. Bepaalde waarden, want Venus heeft te maken met onze waarden, gaan herbekijken. Daar het huis is van kinderen, misschien ga ik op een andere manier in de toekomst met mijn kinderen om. Of misschien ga ik op een andere manier met bepaalde hobby's om. Besteed ik er te veel aandacht aan, of waarschijnlijk te weinig voor jullie maagden, enzovoort. Dus in feite, januari zou een goede maand moeten zijn voor de maagden, omdat het vijfde huis een van de leukste huizen is. Dus ik hoop dat voor jullie dat jullie daar kunnen op inpikken. En het is vooral een maand om plezier te hebben. Niet alleen om plannen te maken, wat velen doen in januari, maar om plezier te hebben. En ook de manier waarop je plezier hebt om daar een verandering in te brengen, als je die wenst te verbeteren. Voilà, dank aan jullie alle maagden voor te luisteren. Ik wens jullie een goede maand. Als je een reading wenst, alle gegevens staan hieronder. Bedankt en tot volgende maand. Mm-hmm.